Ik had mijn sleutel al ingeleverd van het handbalveld. Ik had het niet verwacht. Net als tijdens de vorige lockdown geeft Cadans-eigenaar Karin Pleij gratis dansles aan de jeugd op het voormalige handbalveld op Sportpark Haasbroek in Zoeterwoude. Ja, we hebben hier eigenlijk ook gestaan bij de eerste lockdown vanaf, wanneer was dat, april, mei. De hele voor de zomervakantie stonden we hier ook. Toen dacht ik, nou laat het maar doen. En dat kon. En we hebben lichten, die doen het gelukkig s'avonds, want we zitten hier s'avonds ook. En we staan weer op het handbalveld. Ja, en het werkt, het is te doen. Ja. Het is niet koud in januari. Ja, het is koud, maar dat maakt niet uit. En het is ongelooflijk, je hoort niemand klagen en ze zijn zo blij dat ze kunnen dansen. Regen? Nee, dan ga ik hier niet staan dansen. Dan gaan de lessen helaas niet door. Deed je dit nou eigenlijk voor de lockdown ook al, dat je af en toe met Cadans buiten dansles gaf? Nee, dat is niet zo. En ik moet heel eerlijk zeggen, zeker vooral in die zomer, als het dan mooi weer is en dan 's avonds, dan heerlijk. Ja, het heeft wel wat, maar... Ik sta toch liever gewoon in de zaal. Want dan kan je op dansgebied veel meer. En dan, maar ik moet zeggen, als het mooi weer is, is het absoluut geen straf. Hoe lang sta je hier nog? Nou ja, ik dacht eerst is maar 2 weken. Naïef. Nu hoop ik 9 februari. En zo niet. Nou ja, ik heb al gevraagd. Desnoods blijven we hier tot de zomervakantie. Het is niet anders. Maar het is beter iets dan niets. En het is te doen. Maar ik hoop eigenlijk wel dat we naar binnen gaan.